Ik ben Eduard de Visser, ik ben directeur strategie en innovatie bij het havenbedrijf Amsterdam. Met het havenbedrijf zijn we op dit moment bezig om de hele keten op gang te brengen. Concreet betekent dat we op het terrein van Tata samen met Noorion een 100 megawatt elektrolysefaciliteit aan het ontwikkelen zijn. Die moet in 2023 gerealiseerd worden. En aan de andere kant zijn we bezig om samen met Holthausen, een partner, een waterstof tankstation te ontwikkelen. Die zal gebruikt worden om onder andere voor het openbaar vervoer in de regio, maar ook voor bijvoorbeeld vuilniswagens, reinigingsvoertuigen in de stad en terminal equipment, denk aan forklift trucks, daar de waterstoflevering te gaan realiseren. Nou, over 10 jaar hopen we dat waterstof een volwaardige plek in het energiesysteem inneemt. Daar geloven we ook nadrukkelijk in. Wat onze grote ambitie is, is dat we ook op het gebied van synthetische kerosine, dus het inzetten van waterstof in de luchtvaart, een belangrijke slag hebben kunnen maken. Daar zijn we nu al mee bezig, wederom, met een aantal belangrijke partners. KLM is daar een belangrijke partner in, Sky Energy is daar een belangrijke partner in. Om te kijken hoe kunnen we synthetische brandstoffen voor de luchtvaart maken. Nou, dat zou geweldig zijn als dat ook daadwerkelijk lukt. We werken ook heel veel samen met andere energieclusters. Denk bijvoorbeeld aan de regio Groningen. We werken goed samen met Havenbedrijf Groningen om kennis uit te wisselen. In deze fase gaat het er niet om een soort winner-takes-all benadering. Dan komen we er niet. Juist nu moeten we proberen om de markt voor waterstof te maken. Dat vraagt dat we kennis uitwisselen, samenwerkingen organiseren. En je ziet het terugkomen in de partners met wie we werken. Holthausen, Noorion, GasUnie. Ze zitten in Groningen, ze zitten in Amsterdam, ze zitten in Rotterdam. We hebben allemaal hetzelfde belang en dat is waterstof tot een succes te maken.